Hallo. Dat is gewoon niet meer. Ja, daar moet nog de kiezers toe, oké. Dat is 600 minuten. We horen het zelf, dat is toch wel leuk, hè, dacht ik. Ja, ja. Klaar bij mijn hangen toes. Ja, gelukkig, ja. Mijn toes aan de baan. Oh, die man toes. Ja. Goed, ja, zus, daar schijnt hij. Eindelijk is het schijnt hij erin. En nooit ik naar hem koop. Ja. Normaal. En nou Jenny, of hij rent er niet in. Jenny wel opletten. Oh, bijna. Nee, het is niet meer Jenny. Sleutels liggen in de auto. Die gek heen zitten in de goede stoel. Geen paniek, geen paniek. Nee, ik krijg geen paniek. Ja, de sleutels liggen in de auto. Ja, dat is niet zo leuk, hè. Maar ja, wat is er aan de meid? Ik ben al blij dat ik hem terug kreeg. Toen is een man. En een begon, misschien nog wat, dan heb je dus genoeg gehad. Ja, dat komt niet terug, zeg. Die zal er nog wel eventjes wat televisie willen kijken, dus dat zal toch wel lichtig gaan. Ik ben er binnen door.
Ja, maar ja, dat is goed. Als je nog een uur hebt. Ja, dat is goed. Bouwen natuurlijk, die kan het rollen, dat gaat er achterin. Dat is normaal, dat doet elk kind. Ja. Maar je hebt een hekje. Wij hebben het bij ons pas niet bij. Dat is wel de tijd. Pieter! Ik heb een open kusje gegeven. Opa, met kus. Daar kent de familie aan. Ja, ja, het hele hebben en houden, hè. Ja. Dat is iemand. Hoi. Zo, jongen. Ik ben blij dat je me ze niet in het ziekenhuis in de hand geduwd. Ik heb het hier liever. Ja, zo is het. Ja, zo is het. Ja, kijk. Ja, ja. Ja, ja. Hallo. Wat zegt die grote meid bestikken, hè? Die grote meid, hè? Maar ja, doe van open die knop dragen, hè? Hè? Ja, ja. Je open die kus. Doe die kus. Doe, hè? Ja? Ja? Hij heeft een goede dag opgekregen, hè? Doe het te hard. Prima. Die hadden me vastgebonden en met een slot vastgemaakt. Heerlijk, joh. Ik zeg, zus, als jullie me nou in de plas geregeld hebben, want ik kon niet plassen, ik moest liggen in die fles plassen. Dat ging niet. En toen dus zette hij tussen zijn overzuster, daar stond om. Ik mag dit die mensen ook altijd los. Ja, gewoon dat ze komt bij me zitten. Ik zeg, zuster, daar zijn de stoelen voor te zitten. Ja. Toen komen ze mij niet vragen. Ik maak je los. Ja. Op Ja, maar dan had ze dus echt vastgesteld dat jij weer begreep waar je was. Ja, 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 maar. He? Als je weet wat je doet. Want, Kreeg je het weg of niet? Ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling, zo'n oma. En misschien kreeg ik ook nog een verzandeling. Waarom mag je dat niet uit? Dat kan ik niet uit. Je kunt het niet uit. Dat kan ik 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 niet. En toen was het zo, meneer voorzitter, als je zelf dat het één kant tegen me aan te dienen, dat is dat ik gewoon hier. Zo, meneer voorzitter, u bent klaar. Ik zeg dat ik één klant loop. Gelukkig is het hebben. Ja. Ja, dat is weer achter de rug, Jules. En zo!
jullie gisteren een goed feest gevierd hebben van mevrouw, kan het duidelijk ook voor mij. Kan het duidelijk ook voor mij. Ik wil pleister zijn, dan wil die komt niet. Ik weet niet dat dit is zo terug te worden, maar als het duurig is, kon ik toch allemaal moeten. Dat is gewoon niet meer. We gaan een auto open te maken hier. Nee, dat kan ik niet. Wat is dit gemaakt? Ik heb het al verteld. Ik ga een moed pinkje duren. Als dat jongen werk mee gaat. Maar hij had de auto gesloten. De sleutels in de auto laten liggen. Oh. Ja, oh, net bellen naar mijn niet of jullie dat besloten. Ja, Hans, die had met dat dingen, maar dat schoot natuurlijk boven. Thank you.